Annick Picarel, wat zijn de eerste reacties na de beurs? Heel positief. Uit de wandelgangen hoor ik heel veel positieve commentaren, veel bezoek. Het was heel druk gisteren, vandaag iets minder, iets meer studenten dan. Maar de reacties zijn positief over de uitstraling van de beurs. Grotere merken die opnieuw aanwezig waren, die jarenlang niet aanwezig waren, maar die nu teruggekomen zijn. En het wordt opnieuw representatiever voor de branche, zeg maar. Hadden jullie meer bezoekers dit jaar dan 2 jaar geleden? We noteren een lichte stijging van een kleine 2%. Dus we zijn geëindigd vandaag op 13.100 bezoekers. En de drukste dag is wel de zondag. Er waren vandaag heel veel studenten. U zegt het net zelf, 1900. Denkt u niet dat de professionele kapper daardoor op maandag wegblijft? De zondag telt misschien wat meer professionelere kappers, maar uiteindelijk, de studenten, ja, dat is ook de toekomst. Er is 1 event voor de kappers om de 2 jaar, dus het is ook logisch dat ze naar hier komen. En ik vind het ook belangrijk dat zij zien wat de toekomst van hun branche inhoudt, wat de toekomst van hun beroep inhoudt. Dus exposanten reageren daar ook wel positief op. Heb je al feedback gekregen van standhouders of kappers waar je concreet mee aan de slag wil gaan om voor volgende editie iets te veranderen? Wel, we zijn de goede weg ingeslagen, denk ik. Het is nu de 2e keer dat we met het vernieuwd concept nu in Kortrijk organiseren. Het wordt geapprecieerd, het werkt ook. En we moeten nog werken aan ons aanbod natuurlijk. Nu een paar merken die vroeger niet meer aanwezig waren, zijn teruggekomen. Hebben nu al gezegd dat over 2 jaar we zullen opnieuw aanwezig zijn. Dus ik vind dat een positieve evolutie. Daar gaan we zeker verder werk van maken. Oké, dank u wel.